Maar je kent het Hotel van de Valk, hè? Ja. Er staat zo'n vogel op het dak. En weet je waarvoor die dat staat? Nee. Omdat hij nergens anders naartoe kan. Cambuur TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Haan Westerhof, uw partner in zonwering. Nog een aantal dagen en dan is het zover. Sportclub Cambuur speelt een fantastische bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Dit is natuurlijk voor veel supporters de wedstrijd van het jaar, maar ook voor iemand in onze technische staf. Wij volgen vandaag Pascal Bosgaard. Morgen! Oh, wat mooi, wat mooi. Ja. Nee. Ja, ja. Hard pas, juist. Goed. Inloop. Dit is ook de eerste keer dat jij de bal afpakt, Heide. Mitch, wij niet gek maken, Mitch, hè? Heide, doe de beste, doe de beste. In één keer, Mitch, in één keer. Tuurlijk. Maak af. Goed. Keurig, boys. En de spullen mee aan de zijkant. Pascal, we zitten in de auto richting Feyenoord. Want dat is natuurlijk voor de beker straks tegen Feyenoord helemaal speciaal voor jou. En we gaan even langs jouw broertje, hè? Ja, ja, we gaan eventjes naar langs de Kuip inderdaad. We hebben volgens mij een mooie ruimte tot onze beschikking en dan gaan we eventjes bij mijn broertje op bezoek. Wat doet hij daar precies? Hij doet best veel, maar eigenlijk zijn titel is eigenlijk videoanalist. En dan met name analyseert hij trainingen, wedstrijden van tegenstanders, wedstrijden van Feyenoord zelf. En dat komt hij terug aan de hoofdtrainer. Ik ben er wel benieuwd naar hoe het tegenstander ons kijkt. Ja, nou, laat hij wel wat los? Of, Nee, niet veel. Niet veel. Nee, maar dat is logisch. Hij werkt voor Feyenoord. Dus, en hij wil ook gewoon een ronde verder ten koste van mij. Dus, dat is hem goed recht, maar andersom is dat hetzelfde natuurlijk. Ja. Het is prettig werken, het is heel leuk werken, we hebben een goede groep, we staan er goed voor, we trainen goed, we trainen hard. Ah, en er is ook plezier, dat is heel belangrijk. Ja, jij bent met Sander eigenlijk een beetje ben je meegekomen, hè? Want ik denk dat je via Sander ben je binnengekomen. Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ken Sander natuurlijk goed, hè, vanuit de IJs Meervoos periode. En toen heb ik Henk een aantal keer ontmoet. En Henk is degene geweest die mij gebeld heeft. En het is, dat is niet vanuit Sander gekomen, heb ik begrepen. Het is echt puur van Henk gekomen. Dus dat is echt puur om jouw kwaliteiten, zeg maar, dat hij wat dat, in jou zag. Dat hoop ik dan maar inderdaad. Ja, ga je wel vanuit. Ja, nee, ja, kijk, ik ben natuurlijk wel een tegenhanger van hun twee. Hè. Kijk, zij zijn allebei aanvallend ingesteld en ik ben verdedigend ingesteld. En ik kan voor het nodige tegengas zorgen voor beide. Dus vandaar ook dat Henk iemand bij wilde hebben inderdaad. Ja. Nou ja, je bent nu dus assistent en je werkt onder hem, maar wat is jouw ambitie eigenlijk? Wil je nog verder groeien ook? Of, ja, natuurlijk wil je uiteindelijk verder groeien inderdaad. Ik heb me nu eigenlijk al 3 jaar opgegeven voor de TC1 cursus. Dus ik wil uiteindelijk wel verder inderdaad. Ja. Alleen ik zie mezelf nog niet als eindstation. Huh. Nee, ik vind de rol die ik nu heb als assistent vind ik echt super. Hè. Ook om af en toe nog tussen de jongens in te bewegen. Om een keertje mee te trainen af en toe als het moet. Ik denk ook dat het mooie is van onze groep is en van onze staf is dat we van elkaar weten dat we ook niet zeg maar bij elkaar de stoelpoten onder vandaan willen zagen, omdat we op die plek willen zitten. Ik weet donders goed dat Henk hoofdtrainer is, Sander eerste assistent en ik dan daarna kom. Ja. Dus dat weet je, dat, en dat weten we. Vrouwen onderling, dat weet helemaal goed. En dat weten we donders goed voor elkaar. Ja. Je blijft dus willen slapen bij hem, zeg maar. Ja. En wat anders dan moet je altijd, want je woont nog in Rotterdam? Ik woon in Rotterdam inderdaad, ja. Ja. Dus ik rij eigenlijk elke dag op en neer inderdaad. En als we 2 keer trainen op een dag, hè, dat is vaak op dinsdag, dan blijf ik meestal op dinsdag blijf ik over inderdaad. Maar ze zetten de muziek even op de schouw. Wil je hem harder hebben? Nee, meezingen toch? Ik wil je stem even horen. Ik heb echt, ik ben al 4 dagen, nu kijken. Aan de straps. Ja, ik zit al 4 dagen, jongen. Ik ben blij dat ik mijn stem vandaag een beetje terug heb. Maar ik heb het idee dat komt doordat je vrijdag die microfoon beneden in de hand had. Hè? In de business club had je hem ook al. Ik heb inderdaad eventjes gezongen. Ja, ik vond het een dode boel. Ja, dus ik denk dat je wat leven. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Kan er niet. Je kent hem, hè? Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar dit is wel leuk. Ja. Dit is wel leuk, toch? Ah,
dit draaien ze bij Cambuur ook wel, hè? Ja, dit draaien ze bij Cambuur ook wel inderdaad, ja. Ja, ik ben niet van het rap gebeuren, achter gebeuren, nee. Daar ben ik niet van. Maar ik kan ook Motown, vind ik ook mooi. Ja? Ja, dat vind ik prachtig. Ah, je... Jaren 60, jaren 70, vind ik fantastisch. Ik denk dat er in de kleedkamer, want dan denk ik voornamelijk rap gedraaid. Ah, dat valt mij. Ah, dus, dan hoor je voorbij komen allemaal, Conjo, Conjo. En denk ik, wat is dit, hè, man? Dus, wie verzint die tekst allemaal, denk ik dan? En dat hoor je dan een keertje 15 in een liedje. Ik denk, dat is een aardige tekst. Er zit wel een verhaal achter. Ja, er zit zeker een verhaal achter, inderdaad. Ja. Met name erachter. De diepere. Ja, het gaat er wel diep in. Zo, goed. Hoe is het? Zo. Joey, hi. Hi, hi. Joey. Hello. Hi. Zo, ik zie dat je met beelden bezig bent van ons. Ja, ja, ja. Maar niet wijzer maken, hè. Dus die gaat gewoon dicht. Helaas, helaas. De broederstrijd is begonnen, jongens. De bekerwedstrijd SC Cambuur Feyenoord staat voor de deur. Hoe leeft die broederstrijd bij jullie? Leeft dat überhaupt? Ja, we hebben elkaar toevallig de afgelopen dagen nog wel gesproken erover. En eigenlijk vanaf het moment dat het bekend werd dat wij tegen elkaar zouden spelen, leeft het best wel. Zeker weten. Ja, nee, ik wil mij ook hoor. Ik bedoel, ik zei toevallig gekscherend ook tegen hem van de week. Over de analyses. Ik ben best wel benieuwd hoe hij dan inderdaad die analyses maakt ten opzichte van onze wedstrijd. Hè, van onze ploeg. En ik hoef het ook niet van tevoren te weten, want dan wordt het helemaal makkelijk. Maar ik vind het wel leuk hoe een andere club naar ons kijkt. Ja, maar ik hoef nog niet tussen jullie in te zitten, begrijp ik? Nee, helemaal niet. Dat gaat niet gebeuren ook. Kijk, normaliter moet het zo zijn dat Feyenoord wint. Dat is gewoon reëel. Alleen, in de fase waar wij zitten, hoe goed wij spelen. We spelen echt heel goed. En Feyenoord speelt ja, gewoon wat minder dit seizoen. En dat is ook, ja, dat is ook gewoon eerlijk. Hebben wij wel een kans, denk ik. Ja. Ja, bekervoetbal is altijd onvoorspelbaar eigenlijk. Hè. Er gebeuren vaak wel verrassingen, zeg maar. Dus, ja, je weet het nooit, maar zoals Carl zegt, in principe moeten wij met... Als Feyenoord zijn, dan moeten wij winnen. Nee. Nou, vergelijken mensen Cambuur en Feyenoord ook vaak wel eens met elkaar. Hoe zie jij dat? Ken je Cambuur goed? Nou ja, goed niet, maar kijk, je weet natuurlijk wel van de verhalen dat Cambuur ook een volksclub is. En daarom denk ik ook dat Pascal daar goed past, omdat hij natuurlijk in zijn carrière ook bij allemaal volksclubs gespeeld heeft. Durven jullie nog te wagen aan de voorspelling of hebben jullie zoiets van, we zien het wel? Nou, het is altijd gevaarlijk, je wordt er altijd achteraf afgerekend. Ja. Ja, en uiteraard ga ik van winst bij Cambuur. Ik bedoel, dat is wel fijn, hè? Ja, ja. En jij? Durf jij gewoon een reële... Dat vind ik te makkelijk, jij denkt. Dat vind ik te makkelijk. Ja, maar je vraagt ons wel zijn mening, maar ik vind het te makkelijk dat je zegt je denkt. Nee. 3-1. Dat vind ik goed. Dan zijn we allemaal blij. Ja. Na de wedstrijd wel. We gaan het zien. Ah, nog even een hapje eten hier bij de Harbour Club. Ja, Harbour Club. Typisch iets van Rotterdam, hè? Ja, dit is inderdaad Rotterdam. Dit is een oude discotheek, Parkzicht. Dat is een van de bekendste van Nederland. Ik heb het je al geprobeerd uit te leggen net, maar je snapt dat het lukt er niet. Dus misschien moet je maar gewoon gaan ervaren. Op de bekerwedstrijd, top. Stel, Cambuur wint de beker. Of stel, we promoveren. Dan gaat je baat eraf. Nee, dat kunnen we niet afspreken. Nee, mijn baard die blijft er zitten. Nou, dat is iets wat bij mij hoort. Nee. Wat kunnen we wel afspreken? Nou, ik heb vorige keer al met iemand erover gehad. En ik vind op zich een tatoeage van Cambuur, hè, of het logo van Cambuur ergens op mijn lichaam. Dat is vast nog wel ergens een plekje vrij. Het hert? Het hert, dat wil ik best afspreken dat als wij kampioen worden, dat wij dat laten doen. Met Cambuur TV, hè? Met Cambuur TV, dat vind ik helemaal goed. Als jullie betalen. Ha 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 ha!